Het EK hangt in de lucht en dus bereidt de politie zich weer voor op weken vol met gezellige buitenfeesten. We hebben een breed pakket aan maatregelen en die maatregelen zijn erop gericht om ruimte te geven aan lokale feestjes. Dus om de mensen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om in de buurt, in de wijk, gezellig met elkaar een oranjefeest te vieren. Maar diegenen die menen dat ze de openbare orde kunnen verstoren, die zullen door ons hard aangepakt worden. Wie wordt aangehouden, zit de rest van het toernooi op de bank. De politie hoopt dat het daardoor vooral een feest blijft. 2 jaar geleden was dat op het Jongbloedplein wel even anders. Dat moest na de meeste wedstrijden worden schoongeveegd. We hebben ook gekeken naar personen van wie wij denken dat zij ook tijdens dit toernooi de onrust of de openbare orde gaan verstoren. Er zijn zo'n 20 personen in ieder geval die van de burgemeester van Den Haag in dat kader een gebiedsverbod opgelegd krijgen of een groepsverbod. En er is ook een groep die een brief heeft gekregen, een waarschuwingsbrief van de burgemeester, omdat zij tijdens het WK zich misdragen hebben.